De voorbije dagen hebben we weer schandelijke verhalen gehoord over inwoners van rusthuizen die euthanasie werd geweigerd. En ik moet zeggen, ik ben dat beu. Echt waar, ik ben dat beu om zo'n situaties telkens in kranten te moeten lezen. Ik heb het zelf meegemaakt waarbij dat een patiënt, 85 jaar, vieren prachtige dame, euthanasie vraagt omdat zij in haar terminale fase zit. Rusthuis zegt, ah nee, nee, niet hier, dat wil ik niet. We zijn verplicht geweest om die persoon naar het ziekenhuis te brengen waarop dat die dame daar wel euthanasie heeft gekregen. En ik moet zeggen, het is echt schandalig dat mensen tijdens hun terminale fase nog moeten verplaatst worden naar een ziekenhuis. En u hebt de middelen, de mogelijkheden om het in het woonzorgdecreet in te schrijven dat woonzorgcentra hun niet moeten moeien met de wet op euthanasie. Dus ik vraag u heel duidelijk, wanneer gaat u daar actie tegen ondernemen? Collega Persijn.